Ja, hallo allemaal en welkom bij The Gaming Channel 3. Dit is mod, de geweldigste survival mod die ik vind die er bestaat. De Timber mod. Zoals je ziet ben ik al even bezig geweest. Voor degene die niet weten wat Timber is, waarschijnlijk weet je het wel. Maar voor degene die nou gewoon niet weten wat een Timber mod is of wat Timber mod is. Dan is hier een kleine uitleg. Je hebt een boom. Is gewoon een boom. Een normaal random gespand boompje. Een Bridgewood boom. En ik heb een wooden axe. En als je met die axe het onderste blokje van een boom weghakt, dan valt de hele boom gewoon naar beneden. Alle blokjes. En dat kan je bij alle soorten bomen doen. Ook bij deze boom. Je kan dat zelfs bij jungle bomen doen. Ja, het is nou uit voor de 1.2.5. Gewoon de normale Minecraft nog. Tenminste, het is nu 18 juni 2012. Ik weet niet als, ja, nou, ik upload het ook deze avond al, denk ik. Elke vrijdag nieuwe mod spotlight. En ik wil proberen, of elke maandag bedoel ik, sorry. Elke maandag een nieuwe mod spotlight. En elke vrijdag wil ik proberen een dual survival met Bart te maken. Als je al gelezen hebt in onze kanaalbeschrijving, dan zie je ook dat ik ben al in. Ik ben 13. Woon in Hoogstandsappermeer. Bart is Bart. Logisch. Is 14 en woont ook in Sappermeer. Maar oké. Okay. Je hebt vast al deze mongolenboom gezien. Ik noem het gewoon een mongolenboom. Omdat. Waarom omdat? Nou, omdat het gewoon een boom is die heel irritant te hakken zijn zonder timber. Maar met timber. Oh, moet wel goed hakken. En is de boom gewoon weg? Zo snel gaat dat. En ik val voor de tweede keer. Maar ja, dat is gewoon geweldig aan timber. Ik maak deze mod spotlight niet te lang, omdat het maar ook maar een kleine mod is. Timber is geen grote mod. Maar zo kan je vooral als je ondergronds wil, kan je een paar boompjes gaan hakken. Vooral als je in een jungle biome spant. Oh, pardon. Dan vind ik het nooit zo fijn om bovengronds te gaan wonen. Dus dan ga ik vaak ondergronds wonen. En aan het eind van mijn diamond mine, als ik een paar diamonds gevonden heb, dan ga ik weer omhoog. En dan zie ik wel waar ik terecht kom. Uiteraard eerst even op F3 klikken. Kijken als je niet in de ocean zit of zo. Maar dat maakt niet uit. We gaan elke vrijdag dus een dual survival doen. En we zitten te kijken als we misschien met z'n vieren of drieën een triple of dan quartet survival willen doen. Dan dat lijkt me toch wel een stuk leuker dan dual. Maar sowieso. Elke vrijdag een dual survival. En ik weet nog niet wanneer, maar ergens in de week komt ook een MW3 of een Battlefield video uit. Bart speelt Battlefield. Bart is goed in Battlefield. Tenminste, normaal. En ik speel MW3. Ik kan het wel een beetje. Nog niet echt een mooi heb gehaald. Maar ja, wel bijna. Toen was er een second chance noob geval. En ja, die schoot mij toch op het laatste moment nog dood. Daarom vind ik toch dat MW3 het heel erg noob-friendly is. En daarom ga ik toch ook Black Ops 2 kopen. Omdat ik toch... Black Ops 2 lijkt me toch een stuk beter. En persoonlijk vind ik... MW2 ook beter dan MW3. Het enige voordeel aan MW3 is dat je meer overpower weapons hebt. Zodat niet iedereen met hetzelfde wapen gaat schieten. Zodat je bijvoorbeeld ook gelijk met de UMP kan. En later ook Scar-L. Veel onderschatten de Scar-L trouwens. Maar oké, okay, voor degene die niks over MW3 of wat dan ook weten, dan is dit niet zo leuk. Want dit is eigenlijk een Minecraft video. Maar wat dan ook, ik weet niet wat er gebeurde, maar... Wat dan ook, dit is de Timber mod. Heel erg makkelijk. Nog even één heel makkelijk iets wat je kan doen, is zo. Maak die bomen aan elkaar. En zo.
Pas goed op, dat, ja, deze had ik niet gehoord. Maar als je deze doet, dan moet je die ook doen. Anders gaat die, gaat deze niet naar die. Zo, snap je het nog? Het gaat niet schuin over. Als ik nou deze weghak, woep, dan valt alles weg. Dat is best wel handig. Nou, dan zijn we het alweer half gekleerd hier. En what the fuck loopt de creep? Hoi creeper. En nog een half hartje lift. We gaan ook met het halve hartje. Gaan we dood. Dan zie ik jullie de volgende keer.